Het is woensdag. En oh, mijn haar wil echt niet zitten. Nou, ik laat het maar zo. Ik ga dit kleine meisje hier naast mijn zoon naar school brengen. En elf hoekjes mogen doen. Weg van boren. Oh, wauw. Ja, je wordt te groot voor sommige dingen. En als ze naar school is, hele grote boodschappen doen. Want morgen hebben we pakjesavond. En dan komen de opa's en oma's. En dan gaan we bonensoep eten. En ja. Ja, zij wilde heel graag bruine bonensoep. Nou, dat is prima. Dat maar bruine bonensoep en kippensoep. Want dat eet ik bijna nooit. Ja. Ergens. Maar ik moet voor heel veel mensen koken morgen. Nee. Dus voor ons drie, ja. En dan nog vier. En dan nog drie. Dus... Hoeveel is het dan? Drie? Plus vier? Drie en zes. Ja. Drie, zes. Plus vier? Drie is tien. Ja, voor 10 mensen moet ik koken. Maar je hoeft dat niet voor te zeggen. Oh, jij kan veel te goed rekenen. Ja, want ik heb een rekenboek. Nou, we gaan even de laatste spullen zo beneden pakken. We zijn wel mooi op tijd, dus dat scheelt. Weer een frustrerende ochtend, want dan ga je boodschappen doen. Dan is bijna niks er. Dus ik heb twee tassen en eigenlijk zeg maar de derde tas die ik moest vullen is er niet. Dus ik ga naar het volgende winkelcentrum rijden. En het is leuk, want het is ook nog eens heel glad. En ik kom altijd tekort, altijd. Dus ik vind het heel, heel, heel vervelend. Het wordt echt een zeurvlog hierdoor. Maar ja, that's my life. At this moment. Dus ik kan er zo weinig aan veranderen. En nu echt fingers crossed dat ze het daar hebben. Want ze hadden een ander filiaal gebeld. En daar... Ik had even denken... Dat was 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dingen niet. En op het andere filiaal hadden ze er 7 van. Ja, dan moet ik naar de volgende winkel weer door. Dat schiet natuurlijk ook niet op. Ja, wat zag het hier misschien? Dus, want dan kan ik alsnog naar de volgende winkel. Nou, dan ga ik wel gewoon gelijk naar een andere winkel. Sorry, de bloem moet echt even op die auto zitten. Eindelijk thuis. Het is gewoon echt bijna 10:30 en ik moet mijn boodschappen nog opruimen. Hele wereldreis gemaakt, maar ik heb alles. Echt zo blij. Op gehad. Het zonnetje is zo lekker. Echt heel fel. Ja, dat is gezellig. Ja. Heb je teruggezwaaid? Ja. Ja, wat lief hè. Er zijn nog wel aardige vrolijke mensen. Mama was aan het genieten van het zonnetje. Denk het hier. Het is lekker hè? Ja, denk het hier. Denk het hier. Ja, dat staat er niet. Ja, met de deur open staat dat er wel. Welcome to the land of chaos. Echt. Mopsiekusje. Mopsiekusje. En mopsieknuffel. Dat is van een tekenfilm overigens, als je het niet kent. En Sarah het is gaat van een mooie Chip en Pieper. Chip en Pieper, hè. Sarah gaat een mooie tekening maken voor Sinterklaas. Want morgen is het pakjesavond. Dan ga ik het nog ondertussen allemaal... even aan zeggen. Die is voor Sinterklaas. Ja, dat komt echt wel goed. En als je het opschrijft, dan kan Zwarte Piet het nooit vergeten. En ik ben ondertussen ook nog bezig, samen met Sarah, met muziek aan het afluisteren. En ik kan elke keer niet kiezen, want er staan er zoveel nummers in het scherm. Ik heb nu op deze computer mama, kijk. 933 nummers die ik hoeveel kan kiezen. Hoeveel kleuren het zijn? Ja, cool hè. Dat is met die gekke pen zeker. Potlood. Oh nee, dat is een regenboogpotlood. Dat is cool. Dus Sarah zegt elke keer een rij en dan het hoeveelste nummer. Zeg ook maar trouwens. Welke rij? Sarah? 3-1.
3, rij 3, 1. Dus dan wordt het dit nummer wat we nu afluisteren. En dan luister ik natuurlijk elke keer af. Deze gaat hard aan. Luister ik elke keer gelijk af of ik deze wel of niet wil bewaren. Of dat die goed is. Want vorige keer had ik ook al een nummer en er kwam opeens een of andere reclame en gepraat er door. En ik weet, je hebt tegenwoordig ook streamingsdiensten. Maar toch vind ik het nog steeds leuk om gewoon ook mijn eigen collectie muziek te hebben. Wij gaan het Pieterbelspel doen. Weet je wat Pieterbelspel is, papa? Ik had precies weer een... Hey, Jochen! Nee, ik heb echt deze. Goed zo. Nu ben ik echt blij. Ik ben echt heel blij dat we een punt hebben. Morgen gaan we. Morgen gaan we alle spelletjes doen die we hebben. Oké, nu is dat leuk. 3, 2, 1. Nee, dat moet ik het doen. Nee, papa mag één kiezen. Dus spelen links. Sarah heeft dus nu pech. En met de klok mee mag Marco een opdracht van de pechkaart kiezen. Dus we zijn benieuwd. Oh, ze mag hem voorlezen. Doe 1 minuut lang alles wat... Degene? Degene die links van je zit tegen je zegt. Oeh, dan mag papa een minuut lang allemaal dingen tegen je zeggen. En dat moet je dan doen. Oh, dat is wel heel spannend. Ik denk dat dat wel heel raar gaat worden. Wat moet ik doen, papa? Papa is de timer aan het zetten. Oké, doe even 10 rondjes om de tafel heen rennen. Lopen mag ook. Nee, wel een beetje rennen. Om deze. Nee, om die heen. Om die. Oh, nou is lekker troep. 1. Ja, dan is 10 minuten al voorbij. 2. Zet er gewoon 1, 2, 3. 3. 8. 4. Nee. Jawel. 5. Ja. Dit is een rondje. 6. 7. 8. 9. Nu heb ik 20 rondjes gegeven. 10. Je hebt nog, zeg wat. Ik wil 10 keer een ei geven op het hoofd. Gewoon zakjes, hè? 1. Sneller. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tijd. Tijd voor ronde 2. 1, 2. Jij krijgt het. En ik krijg de. Pe. Pe. Eigenlijk heb je p. H. E. P. E. S. Veel moet en je doet het gewoon om en om. Nee, kijk, zo moet je naar deze. En kijk maar. Maar zo moet je die versies eruit.
dan krijg jij deze. Deze. Dat zijn toevallig dezelfde letters, maar ze kunnen wel andere opdrachten hebben. Kijk zo. 3, 2, 1. Jij moet ze ook iets verder bij mij leggen, want ik moet ze ook heel ver pakken. Oeh, kijk eens. En dan mag ik een opdracht kiezen. Nee. Ja. Ik mag kiezen. Flora. Jij mag kiezen wie het mag doen en dan moet ik worden. Even kijken. Ik heb een leuke. Ik heb een hele leuke. Bouw een zo hoog mogelijke toren van willekeurige spullen uit de kamer. Ik weet niet of die stoelen goed op elkaar blijven staan. Nee, dat bedoelde ik al. Die valt. Dat gaat niet lukken. Papa dacht even, dat doe ik makkelijk, maar dat viel even tegen. Moet je voorstellen. Komt er nu een pakketjesbezorger en die kijkt naar binnen. Die denkt echt, wat doen deze mensen? Ik ga er even voor zekerheid naast. Ja, kijk eens hoe het is. Hij gaat spannend tegen van Holland. Zo hoog mogelijk, hè? Ja, ik kan daar niet op gezet op alle kroon. Ik zou een kussen erop leggen. Ik niet, ik leg er niks op. Is die goed gekeurd, Sarah? Nee. Nee, wij vinden dat hij nog moet filmen dan, wellicht, hè? Ja, nou, hoger kan die nu niet. Nee. Zo, heel wat dingetjes nog gedaan vanmorgen vast. En daar ben ik voor nu klaar mee, dus het wordt ook al wat later. Maar dat moest even gebeuren. En dat was ook niet. Nou, af en toe, ik vind mijn jobby echt heel erg fijn. Maar soms, en dan horen jullie allemaal heel veel herrie, dat hoor ik nu niet. Maar yes, ga ik popcorn maken. Ik heb echt trek in popcorn. Popcornpan. Popcorn fysiek, altijd de pannen zo erg. Dus ik heb echt een speciale pan die ik alleen maar voor popcorn gebruik. Want we maken dat best wel regelmatig. Dus dan heeft het zin om alleen daar een pan voor te hebben. Ik heb er echt trek in. Grappig, jammer dat je eigenlijk niet je pan. Je camera zo in je pan kan doen, want een pop is altijd zo leuk. Nou goed. Zo. Nog snel wat dingetjes doen achter de laptop met mijn popcorn. Ik heb hier echt zoveel trek in. Klaar met editen. Klaar met alle voorbereidingen voor morgen die ik nu kan doen. Dus ik ga toch weer te laat mijn bed in. Bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan even op mijn kanaal. Dat vind ik heel erg leuk. En bedankt voor het kijken. Doei doei!